Okay, met ons het ons vir Cliven Loubser, die kaptein van Namibia onder 19. Cliven, jy het hier nou Zimbabwe geklop, 42-29. Hoe was die wedstrijd vir jou? Baie harde wedstrijd, omdat geweet, hulle gaan in die begin hard nie kom na ons toe. Maar ons het al die druk absorbeer en in die einde het gewys, ons het baie vertrouwen in ons structure gehad en het heel groot dat ons het kan doen. Okay, Zimbabwe was halftijd voor, hulle het in die tweede helft ook teruggekom, het voortouw geneem. Het julle gegloon mekaar, hoe het julle gevoel toe julle agter gegaan het? Ja, ons was bietjie teleurgesteld, want ons weet ons kon beter gedoen het in die eerste helft, maar in die kleedkamer is gepraat, alles is rustig, dat niemand het gestres of geglo dat ons het kan doen, want die spelers is in span om hier uit te kan kom en punt aan te teken die game te wen. Okay, en nou die feit dat julle nou vir die World Cup, die onder 20's kwalificeer het vir volgende jaar, hoe voel julle daaroor? Ja, dit is een eer en een voorrecht om daar te gaan speel. Het is een baie groot toernooi. Ek het voorrecht gehad om hier op te gaan speel. Maar het is een baie harde weer inzet van die level hier zo. En daar is het baie verskillend van mekaar. Maar het is baie harde kom inzet volgende jaar. Okay, en vertel me jou eie rugby loopbaan. Wat wil jy nog bereik? Ek is nu so pas by die Kings onder 19. Ek speel Currie Cup daar. Ek afgekom hier om nou weer te kom speel. Maar ek gaan terug in Afrika toe en daar te gaan speel en kijk ook nog van het hard werk en self ontvloer en hoop voor die beste. Okay, good luck.